Ja, goedemorgen allemaal. Weer een nieuwe video bij Camper & Boatworks. Nou, gisteren was een drukke dag. Het is vandaag zondag. Het is 9 uur. Ik heb gisteren de hele dag in de auto gezeten. Net even lekker een douche gepakt. Ik zit nu aan de koffie. En ja, ik zie er misschien nog een beetje slaperig uit. Maar dat ben ik op zich niet. Ik wil wel mijn haar nog even in de plooi gooien, zoals ze dat in België zeggen. Waarom was ik gisteren dat rondje aan het doen? Nou, ik heb bij een Volkswagen specialist heb ik wat, moest ik twee achterveren voor de camper ophalen. Dat zijn wat zwaardere veren, waardoor die ietsje hoger komt staan. De camper die staat een klein beetje achterover. En als ik dan nog twee Solex of een scootertje meeneem, dan gaat hij helemaal van achterover hangen. Dus dat wilde ik niet. Dus vandaar dat ik, als het goed is, wat zwaardere veren heb. Die veren die hebben een kleurcode. En die staat op de, er zit een likje verf, die zit op de veer. En daaraan kan je zien hoe zwaar dat die is. En als het goed is, moeten dit zwaardere veren zijn als wat er nu onder mijn camper zitten. Maar ja, dat weten we pas als we ze eronder uit hebben gehaald. Dus mocht dat niet de goede kleurcode zijn, dan kan ik het altijd nog veranderen. Maar dat staat op de planning. Voor de rest ben ik gisteren over de afsluitdijk naar Jan Klaver gegaan. Met de oranje vrachtauto. En Jan die had nog wat dingen voor de dieselkachel op voorraad. Mijn dieselkachel in de auto die doet het verder prima. Alleen ik heb er een brandstoftank in zitten. Die komt uit een boot. En daar zit een nippel. Die zit zeg maar ingedraaid. En dat is een, niet een hele fijne constructie. Als je daar tegenaan stoot, dan kan die nippel eruit schieten. Dus ik wilde een tanknippel hebben die ik vanaf de binnenkant van de tank kan monteren en die ik middels een moertje vast kan zetten. En ik heb ook gelijk een andere tank meegenomen, want die tank die voor mij die is wat qua breedte wat dikker. Die zit achter mijn stoel, dus ik wil eigenlijk liever een iets dunnere tank. Dus die heb ik ook gelijk. Dus dat kunnen we ook gaan doen. En verder heb ik nog een omvormer gekocht voor de bus. Mijn oude omvormer die was 300 watt. En ik heb nu een 600 watt omvormer gekocht van NDS. En die ga ik er ook inzetten. En dan ga ik nog wel wat andere dingen, elektra dingen doen. Ik weet niet of ik alles kan doen vandaag. Maar het is in ieder geval een lekker klusdagje. En ja, met de achtergrond een beetje de Formule 1 erop. Moet het helemaal goed komen. Dus ik ga de broodjes uit de oven halen. Ik ga even ontbijten. En mijn haar in de plooi gooien. En dan gaan we beginnen. Ik had gisteren wat spullen opgehaald. Een omvormer van NDS. Ik heb nog een klein brandstoftankje opgehaald. Maar het allerbelangrijkste wat ik op heb gehaald, dat zit hierin. Dat zijn twee achterveren voor de T4. Zit er op die achterveren, moet ik even kijken waar het precies zit.
Kijk, op de achterveer, er zit hier, zit er een likverf en dat is een bruine codering. En dat betekent dat dit zware achterveren zijn. Nou, ik heb hem nu even opgemeten. Dat is ongeveer 71,5 centimeter. Staat hij aan deze kant vanaf de grond. Dan ga ik even van de andere kant kijken. Nou, hier is dat 69,5 vanaf de grond. Dus er zit sowieso iets verschil in met bladen. Maar dat kan kloppen, want aan deze zijde zit ook het meeste gewicht. Dus ja, trouwens, even kijken. Ja, hij is 70 zeg maar. Bijna 70. Kijk, ik heb achterin best wel wat gewicht zitten. Want ik heb die laders natuurlijk achterin. Dus de auto die staat een heel klein beetje achterover. Dus ik hoop dat dat met die zwaardere achterveren dat opgelost is. Dat die, ja, als die horizontaal staat of ietsje omhoog, dat zou het mooiste zijn. Het hoeft niet heel extreem te zijn. Maar dat verwacht ik ook niet. Dus... Nou, we moeten kijken. Ik ga eerst de omvormer installeren nu. Oude omvormer eruit en de nieuwe erin. Dit is mijn nieuwe omvormer. Een 600 watt zuivere sinus. En waarom een 600 watt zou je zeggen? Nou ja, ik heb eigenlijk niet meer nodig. Ik had een 300 watt, ik ga nu 300 watt hoger. En dat is eigenlijk voor mij genoeg als ik voor noodgevallen eventueel elektrisch gereedschap moet gebruiken onderweg, dan kan dat. Maar ja, waar gebruik ik het ding voor? Eigenlijk alleen maar om mijn laptop op te laden. En voor de rest eigenlijk nergens voor. Dus ik heb eigenlijk geen 220 nodig. Maar ja, een beetje extra wattage is nooit verkeerd. Dus je weet niet waar het handig voor is. Kijk, koffiezetten en dergelijke, dat doe ik toch niet op 220. Want ik vind het best wel leuk om dat gewoon lekker die koffie op te gieten. En de televisie en dergelijke, dat is allemaal op 12 volt. Dus ik heb die omvormer eigenlijk alleen maar nodig in... om mijn laptop op te laden en eventueel in noodgevallen dat ik er een boormachientje op kan zetten. Maar voor de rest heb ik het eigenlijk niet nodig. Nou, ik heb hier de omvormer zitten. Die zit achter de voorstoel. Dat was een mooi plekje nog om de omvormer niet al te veel in het zicht te zetten. Hier nog een hoofdschakelaar voor de stroom. En dit is de spanning van de accu. De accu die zit... Ik heb er hier één onder mijn stoel zitten. En die andere die zit hier in de meterkast. Die zit achter deze deur. Moet ik wel mijn keukenblokje even loshalen. En dan kan ik zo achter deze deur bij mijn accu's. Lekkere dikke kabels eraan. Dus ga je niet van die dunne kabeltjes. Dus lekker dikke kabels voor de voeding. En dan moet het in principe moet goed zijn. Ik heb het net geprobeerd. Hij werkt perfect. Dus we hebben weer een 220 aan boord. Nou, zit ik hier... Ik zit hier met de tank van de diesel. Maar kijk, er zit hier een nippel. En die nippel die zit alleen maar vanaf deze kant erin geschroefd. Dus als je daar tegenaan stoot. Kijk, mijn koelkast die zat hier tussen de voorstoel in. Als je per ongeluk die koelkast zo
En die komt tegen die nippel aan. Dan kan die nippel eruit schieten. Dus ik wil dat even een beetje... Of tenminste, ik wil er een andere nippel op zetten. Zodat dat sowieso steviger is. En deze, die doet van het begin af aan, zweet die al een heel klein beetje. Het is niet heel veel. Maar er komt een heel klein beetje... af en toe een heel klein druppeltje diesel. Dus dat wil ik niet, want het gaat stinken. Dus ik denk dat ik dit tankje er ook uit ga halen. Want dit tankje is wat breder als die andere tank die ik heb. Dus ik ga een wat grotere tank hier monteren, maar die wat platter is. Dan heb ik gelijk iets meer ruimte. Dan kan mijn stoel ook iets verder achteruit. Nou, ik heb het keukenblokje even aan de kant gezet. Dan kan ik die tank los gaan halen. Dit zijn overigens de twee bedieningen voor de dieselkachel. En daar heb ik nog een lader, een CTEC lader, om die accu op te laden. En zoals gezegd, die andere accu's die zitten in deze meterkast. Dat zal ik straks ook nog even laten zien. Ik heb hier overigens nog twee nieuwe tanks. Dit is een 10 liter. Dit is een 5 liter. Deze is aanzienlijk kleiner. Maar die is weer wat breder. Dat is ongeveer hetzelfde als wat ik nu heb. En deze die is echt een stukje smaller. Dus ik ga eens even kijken hoe dat past als ik deze ga monteren. Ik heb de tank nu los en je kan het hier al een beetje zien. Er zit wel een rubbertje, maar toch zweet hij een heel klein beetje. Dat is super irritant. Het is gewoon helemaal origineel. Die nippel die zat er ook al op toen ik de tank kocht. Maar dat is niet gewoon, deze zit er gewoon vanaf de buitenkant ingedraaid. Dit is een vrij dik stuk kunststof. En ja, dat toch zweet dat een beetje. Dus ik ga dat anders maken. Ik ga er een andere tank in zetten. Kijk, en ik heb hier de nippel. En dit is natuurlijk de vulopening van de tank. Maar die nippel, die moet aan deze kant komen te zitten. Dan zou je zeggen van, hoe krijg ik nou in godsnaam die nippel daarin? Nou, dat doen we gewoon met een... Ik heb vanaf deze kant heb ik een staalkabeltje er doorheen gedaan. En dan even een beetje friemelen zo. Kijk, nu zit hij hier aan en dan gaan we hem er doorheen trekken. Nou, de nippel die zit er inmiddels doorheen. Ik zorg altijd wel als ik dat gaatje boor van dat kunststof. Kijk, hij gaat er niet losjes in. Dus ik heb hem echt... dit is natuurlijk al dunner. Dus die gaat dan door het gat heen. En dan pak ik hem met een tangetje en dan draai ik hem eigenlijk al... Dus hij zit er nu al vanaf de andere kant. Zit hij er al stevig ingedraaid. Nou, als ik nu het moertje met het afdicht rubbertje erop draai... Dan is hij gewoon dicht. Dus het kabeltje, dat kunnen we er weer uittrekken. Zo. Die hebben we niet meer nodig. Gaan we even het moertje vastdraaien en de tank monteren. Nou, ik heb net even het kastje op zijn plek gezet. En dit gaat eigenlijk beter als met die oude tank. Die was net iets te dik. Kijk, en deze die komt precies tegen de stoelframe daar beneden. Ik heb hem wat lager gezet, dus nu kan de stoel gewoon zo schuin hier tegenaan. Dan komt de stoel niet tegen de tank aan. Dus eigenlijk een betere oplossing. Zo, ga de kastje moet ik er even weghalen. Ik moet de tank nog even aansluiten. Die stekkerdoos die moet weg daar. En
Dan zal ik ook even de meterkast laten zien. Nou, het keukenblokje is weg. Hier staat normaal het keukenblokje tegenaan. En dit is mijn meterkast. Die zal ik even openmaken. En dit is dus waar alle elektra in zit. Twee CTEC laders voor deze twee boordaccu's. Hier een batterijbewaker met een stukje extra elektronica. En dit zijn de kabels naar de voltmeters. Die zitten hier. Dus ik ga het keukenblokje weer terugplaatsen en alles weer netjes opruimen en die ga ik even die tank aansluiten. Nou, de kachelmonitor is weer aangesloten. Ik heb daar de aansluiting van de dieseltank weer in orde gemaakt. Dus dat zit er ook op. Het keukenblokje staat weer op zijn plek. En zoals je ziet heb ik nog hier nog ruimte tussen de stoel. Ik heb net even op de stoel gezeten. Dat is prima. Ik heb zelfs iets ruimte over nu. Dus weer een klusje geklaard. Ik ben er blij mee. Nu wilde ik vandaag die veren nog gaan doen natuurlijk. Maar ik kwam erachter dat mijn kilometertellerkabel was afgebroken. Tenminste, de teller werkte niet meer. Dus ik heb de boel uit elkaar gehaald en dan bleek dat dat kunststof, er zit achter bij de tellerunit, er zit de kabel met, en dat is een kunststof klemmetje zeg maar, en die was afgebroken. Dan heb ik dat gelukkig weer aan elkaar kunnen lassen, maar dan moest wel heel die tellerkabel los. En alles weer monteren. Dus ik had de camper op de brug gezet zodat ik er goed bij kon. Maar ja, je bent gewoon een paar uur aan het sleutelen eer dat je zo'n tellerkabel eruit en weer erin hebt. Dus nu heb ik de boel weer terug en nu ga ik even kijken of alles werkt. Dan kan ik de boel, dan kan ik het dashboard weer terug dichtbouwen. Ik heb net die tellerunit heb ik weer terug kunnen zetten. Maar al die kunststofdelen die liggen daar nog. Maar ik ga nou eerst eens even kijken of het werkt. Want voordat ik nou de boel helemaal dicht maak, stel dat ik die kabel nog moet vervangen voor een nieuwe. Ja, dan kan ik beter de boel open laten, dan kan ik het nog een keer. Maar ik denk dat ik het probleem heb opgelost. We gaan het kijken. Nou, ik ben even aan het proefrijden en de tellerkabel werkt weer. Dus daar ben ik wel blij mee. Ik weet niet voor hoe lang, maar ik denk dat ik hem goed gelast heb. Volgens mij moet het probleem zijn opgelost. Dus, nou ja. Ik ben weer bij de garage, dus ik ga hem binnen zetten. Nou, de boel is allemaal weer teruggebouwd. Dus we zijn weer klaar voor vandaag. Nou, dat was het weer voor deze video. Bedankt voor het kijken. Alles is weer klaar, behalve de veren dan, dat moet nog een keer. In ieder geval iets smakelijk voor straks. Ben je nog niet geabonneerd, doe dat dan even. Doe je mij een groot plezier mee. En ik zou zeggen tot de volgende video. Ciao!